Je hoopt gewoon zo erg dat ze alles hebben kunnen weghalen en dat ze zeggen van het is goed. Dat vind ik echt tamelijk sfeerverlagend. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lief tatties, welkom bij een nieuwe video. Nou, het is een paar dagen verder. Het is 11 december om precies te zijn. Rij hier los? Nee. Het is zover, die is lekker met motor aan het spelen. Nou, het gaat. Ik ben wel stront verkouden. Mijn smaak en reuk kwijt. Ik begon vandaag een beetje terug te komen, maar nog niet helemaal. Dit is de BH soort van die ik aan heb. Helemaal plat zoals jullie kunnen zien. En dit heeft allemaal haakjes in het midden. Zodat ik hem eigenlijk zo van voren strak kan zetten. Dus het is ook de bedoeling dat hij hem echt eigenlijk de drukte ophoudt. De spanning. Ik moet zeggen, het ziet er nog niet heel erg blauw uit. Nee, dat viel me ook reuze mee. Het ziet er wel uit als een leeggelopen, verschrompelde ballon. Maar goed, dat wisten we. En dat schijnt allemaal goed te komen, dus dat vertrouw ik dan op. Ik heb hier ook nog dus een zwarte van. En ik heb ook nog een prothese BH gekregen. Dus een eentje met een BH en dan kan je er vulling in doen. Dus dan heb je gewoon een, onderkleding zie je er dan niks van. Ik vond die alleen wat minder prettig zitten met mijn drains, want die heb ik nog steeds. Ik heb net even gekeken en mijn drains die zijn toch nog steeds wel een beetje iets te veel doorgelopen. Dus het is eigenlijk maar goed dat ze er nog steeds aan zitten, want anders had mijn borst waarschijnlijk helemaal volgelopen. Hoe naar ik het ook vind. Laat ze maar lekker zitten. Laat ze maar even lekker zitten. Ik zeg gisteren met wassen en dat ging ook oké. Ja, gisteren heeft Sergio me voor het eerst gewassen. Dat was echt een heel romantisch moment. Ik was voorbereid voor over 50 jaar. Ja. Ja, het was wel echt even lekker om gewoon onder de douche te kunnen zitten. En dat kan dus ook gewoon, hè. Niet alleen, ik mag mijn arm niet omhoog doen. Of niet helemaal boven de 90 graden. En ik moet natuurlijk niet op wonden gaan zitten schoppen, maar ik gok ook niet dat je daar veel zin in hebt. Maar verder mag je gewoon alles, dus dat is wel fijn. Het was echt even lekker om gewoon even die warme douche op me te krijgen. En het is nu er redelijk vanaf, maar ik zat nog steeds helemaal onder de roze. Is dat weggetrokken dan? Ja, ik weet het ook niet, want het zat er nog best wel veel, hè? Ik kreeg het niet afgewassen. Nee, ik heb nog steeds een beetje roze vlekken van de operatie. Nee. Verder, mijn moeder is ook nog steeds helemaal niet lekker, dus dat is ook niet fijn. Hoe voel jij je? Ja, ik voel me ook wel oké. Kom hier. Ja? Nou, gelukkig. Er is één iemand die zich wat beter voelt. Jesse die is lekker druk en recalcitrant nog steeds. En dat is soms een beetje vermoeiend als je allemaal niet helemaal in orde bent. Maar. En we zitten natuurlijk in quarantaine met z'n allen. Dus ja, kan er ook niet echt uit, zeg maar. Verder ben ik, slaap ik op zich redelijk. Ik ben blij met mijn nieuw bed. Met mijn nieuw matras, dat sowieso. Ik heb mijn drains in een zakje en die gebruik ik eigenlijk gewoon, daar knuffel ik mee s'nachts, om zo even te zeggen. Zodat ze dichtbij me blijven en dat ik niet ineens iets eruit trek of zo. Dus dat gaat op zich redelijk. Verder ben ik af en toe wel wat licht in mijn hoofd. Dus als ik iets te lang sta of vooral s'nachts als ik dan naar de wc moet, denk ik. Maar ja, misschien komt dat wel omdat ik ook wat vocht verlies natuurlijk, meer dan normaal. Dat het dan niet genoeg wordt bijgevuld of zo. Ik weet natuurlijk ook niet hoe het met mijn bloedwaarde zit nu. Ik heb in ieder geval even een flinke vitamine C en D shot weer tot me genomen. En hopelijk wordt het steeds een beetje beter. Hele goedemorgen, ik ben druk bezig met de was opruimen. Want met zo'n kliederboel van Jesse blijf je aan de was.
het blijft regenachtig buiten, dus ja, we blijven binnen zitten. En nou, René die zit lekker op de bank. En ik ben een beetje aan het poetsen. Dus op dit moment niet veel bijzonders. Het gaat gelukkig wel beter allemaal. Het is nu dag 3 of 4 alweer. Nee joh, 5. Dit is dag 5. Het is zondag. Dus nog eventjes tanden bijten. Goedemorgen. Ik lig nog steeds op dezelfde bank. En ik ben eten kerstfilmpjes aan het kijken. Ik heb volgens mij sinds gisteren hier zo pijn in mijn borst. Het voelt alsof het iets tegen mijn borstbeen aan zit of zo. En dat heb ik vooral als ik zit. Dus als ik lig, dan gaat het wel. En ja, dus dat is best wel een heel vervelend gevoel. Dus ik heb daar toch eventjes een mailtje over gestuurd naar de Mama Care verpleegkundige. Ook omdat ik wel heb gemerkt dat ik best wel een goede pijngrens heb, zeg maar. Dus dat ik dit zo voel, denk ik van ja, is dat wel oké? En het is ook best wel confronterend natuurlijk de hele tijd. Als je dan zo'n pijn hebt en dat kan je er gewoon niet bij hebben. En ja, gewoon super spannend wat er woensdag weer gezegd gaat worden. En ja, je wil gewoon weten. Je hoopt gewoon zo erg dat ze alles hebben kunnen weghalen. En dat ze zeggen van het is goed. En niet dat ze zeggen je moet nog een keer onder het mes. Want ja, zoals ik me nu heb gevoeld en nog steeds niet rechtop zit. Hoewel het eigenlijk maar pas een paar dagen verder zijn, maar toch. Dat ik er echt even niet aan moet denken dat ik nog een keer onder het mes moet. Dus ja, dat zorgde gisteren voor even een meltdown. Maar ja, dat moet er ook zijn. Het moet er soms even uit. Ja, het werd gisteren eventjes een beetje te veel allemaal, hè? Ja. Vooral ook door die pijn. Dan maak je dat gewoon niet lekker. En heb je die pijn de hele tijd. En als ik erop druk, dan is het al wat beter. Maar ja, de hele tijd zo die druk erop te houden is ook niet echt. Dus ja. Maar goed, we zijn. En ik doe helaas niet veel. Dan lekker kerstfilms kijken en een beetje kroelen met Jessie. En Sergio is de hele tijd heel goed voor ons aan het zorgen en de was aan het doen en alles. En maar zo meteen, om 2 uur, wil ik niet meer gestopt worden. Dus we moeten zorgen dat we alles hebben gevraagd voor 2 uur, want dan gaat Max rijden. Ja, mijn moeder is nog steeds helemaal niet lekker. Die weet ook niet zo goed wat ze met zichzelf aan moet. Dus dan zit ze hier een paar minuten en dan gaat ze toch maar weer terug naar bed. Gelukkig nog steeds niet benauwd, maar wel ja, gewoon misselijk en zo en hoofdpijn. Dus ja, ik hoop dat dat snel beter wordt. En als het aanhoudt, misschien toch morgen maar even de arts bellen. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh nee! Ja, maar weet je wat het is? Hamilton heeft heel oude banden. Ja, oh nee! Nee! Oh, je bent er! Laat het zo? Nee? Jawel! Oh my god! Ja! 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 Oh! Oh! Oh my god! Hoe dan? Wow! Jezus! Ik hoor hem gillen als een klein kind gewoon. Wauw, nou dit is echt gewoon alles. Ik denk dat Hamilton aan het huilen is. Even een regenboog op zijn helm, hè? Ga naar mijn moeder. Oranje, blijf ik vrij onvergeerd. Zachtjes. Voorzichtig. Oh, nee! Ja, nee, ik kan er niet tegen, schat. Oh, ik kan niet. Blijf geëerd. Woe! Jee, Max. Jee, rustig, rustig, rustig. Oh, mijn maag draait al om, alleen al bij het idee gewoon. We were there. We waren er ook al bij dat het Songfestival na een hele lange tijd werd gewonnen. Klopt. En nou met Max.
En daar komt hij aan. Van deze. Wat ben jij? Wat ben jij? Ik wil van dit moment even gebruik maken om Max Verstappen 2 sterren. Ik wil. Hey, sterren. Goed gedaan, gast. Nee, omdat ik dat vind ik heel na. Maar vind je het na omdat er niks zit of omdat je denkt dat je me pijn doet? Nee, vanwege die drains. Maar die drains zitten niet daar, ja, die zitten in mijn buik. Ja, maar ik vind het heel niet fijn. Nee, dat er niks zit, dat boeit me niet. Op zich wel iets beter. Het gekke is dat ik het idee heb als ik zo kijk, dat het wel lijkt alsof er iets zit. Terwijl het echt zo plat is als een dubbeltje. Er zit wel wat in, toch? Er zit niet helemaal niks in. Nee, maar dat, ja. Ja, het is nagenoeg niks, maar het is en blijft een groot verschil met wat je had. Dus dat snap ik. Nou, ja, ik heb wel het idee... We zijn inmiddels dag 4 aanbeland. Nee, wachten. Dat ik ben geopereerd? Ja. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Zondag, ja. Dag 5 dagen verder, ja. En corona? Ja, nou... Die klachten beginnen iets af te nemen, gelukkig. Iets minder verkouden. Ja. Smaak komt een beetje terug. Mijn moeder nog steeds beroerd trouwens. Ja, dat is echt up and down. Hè? Ja, die probeert af en toe als hier komt voor af en toe hier zitten inderdaad. En een uurtje. En dan is het lang en dan gaat ze weer terug. Ja, maar ze is vooral heel misselijk. Het gekke is dat ik ook een beetje, alsof ik af en toe een beetje wat blub voel. Ja, maar er zit ook dingen in, toch? In die maar toch, het is wel gek. Jawel, dat snap ik. En ik denk ook de hele tijd, oké, ik voel hier iets heel hards. Is dat nou mijn spier? Of is dat... Ja, dat is een ventieltje. Op die t-shirtspanner zit toch zo'n... Ja, maar zo'n dopje, ik voel... Ja. Waardoor ze gaan vullen straks. Maar die zit hier, denk ik, hoor. Nee, die zat bovenop, op de prothese, op de... Hoe weet je dat? Je hebt toch die dingen gezien, die foto's? Maar je weet toch niet hoe ze hem erin doen? Nou, ik neem aan gewoon naar voren. Ik heb geen idee. In ieder geval. Gek dat mijn huid helemaal niks voelt. Ja, nee, dat snap ik. Dat is wel vreemd. Dus aan de ene kant voel je wel wat, maar dat is waarschijnlijk je spier. En aan de andere kant dan ga je iets verder en dan denk je, nou, voel helemaal niks. Ja, nou ja, morgen is het maandag. En dan heb ik een telefonische overleg met een plastisch chirurg. Oké, dus misschien horen we dan of morgen de drainers eruit mogen. Of gaan ze het sowieso pas woensdag doen? Ik denk dat ze pas woensdag gaan doen. Heel fijn. Want hij is natuurlijk nu nog steeds... hij was met 50 alweer volgelopen, dus... Hij is nog niet onder die 30. Hoe voel jij je eronder? Ja, die drains vind ik echt waardeloos. Waardeloos ook. Ja, dat vind ik echt tamelijk sfeerverlagend. Helemaal gestrest als Jess bij mij in de buurt komt. Ja, het enige wat ik leuk vind van die lengte zijn die sangria-rietjes. Sangria-rietjes van een meter, maar zo'n slangetje, Maar wat ik wilde zeggen... Jij wilde wel iets zeggen. Is dat ik echt wel heel trots ben op Jess. Ja, ik ook. Waarom? Nee, maar omdat hij wel echt bewust nu is van het feit van, oh, mama is een beetje ziek. Mama heeft een beetje aan. Ja, er is iets, ja. Ja. En ik moet voorzichtig doen. Ja, doet hij niet altijd, maar hij... Nou, nee, maar hij springt niet zomaar op mij, wat hij normaal wel zou doen, of... En als nee, dat komt omdat ik als een of andere vuur ernaast sta. Ja, precies, maar ik heb ook wel nog wat momentjes met hem alleen. En uit zichzelf ging hij ineens een kus geven op mijn borst. Geven, ja, dat was heel schattig. Dat was echt super lief. Super lief. Nee, maar ik ben echt heel trots op hem. Dat je zo jong bent en toch een soort van aanvoelt. En dat je ook echt begrijpt, laat ik het zo zeggen, van je moet voorzichtig zijn nu. Weet je, normaal gesproken dan dring je niet tot hem door. Dan denkt hij, ja, we kijken het lekker. Met je stoppen nu. Ja. Maar dat hij wel echt begrijpt. Ja. Zegt een schatje. Ja, verder ben ik toch wel een beetje zenuwachtig voor woensdag gewoon. Uiteraard. Ja, is niks geks aan toch? Even een paar dagen volhouden en doorbijten. Ja. En dan moeten ze ook er uiteindelijk... Nou ja, de arts die heeft in ieder geval wel gezegd dat ze dachten dat alles mee te hebben genomen. En ja, van mijn oksel heb ik dan gezegd, ze hebben de eerste klier eruit gehaald. Ja, dan vraag ik me nu toch nog af van ja, wat nou als daar wat in zit? Want dan weten ze nog steeds niet of er ook wat in de tweede zit.
Maar volgens mij gingen ze die dan preventief weghalen. Die tweede ook. Ja, maar zij gingen pas na de operatie bekijken of er wat in zat. Maar het schijnt wel zo te zijn dat ze wel kunnen zien tijdens zo'n operatie of een klier ja, er anders uitziet of die opgezwollen is of zoiets. Ja. En dat als ze dat al tijdens de operatie hadden gezien, dat ze hem dan gelijk ermee uit hadden genomen. Ja, ik ben ook benieuwd of ik dan misschien, stel in de eerste klier zat inderdaad wat, of ze dan zeggen van, we gaan eerst nog een keer even een PET-scan bij je doen. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Genoeg vragen voor woensdag. Ja. Misschien moeten we maar even beginnen met een vragenlijst. Over vragenlijstjes gesproken. We hebben de eettafel. We hebben de tafel gekozen bij Alon Derry, Haute Furniture. Een mooie ovale tafel, walnoot oud met gouden spakpoten eronder. Erg mooi. Van hoe lang hadden we hem ook weer gekozen? 2,60 bij een meter. Ze houden van een lekkere, lange, slanke tafel. Daaraan hebben we 6 stoelen van Richmond Interior. 2 kaki, 2 petrol blue. Waarom doe ik zo? Weet ik niet. 2. En 2 pink. 2 pink velvet. Super, super tof. We hebben bij Harry Suiker in Den Haag onze badkamer. Die kunnen we wel laten zien. Gaan we nu laten zien? Dit moet hem gaan worden. Dus dan zie je alleen wel dat daar zo, de sunshower, die gaat nog even op zich laten wachten. Want er komt een nieuw model. Maar we zijn er super, super blij mee. En hopelijk kunnen we nou in januari dan wel naar het huis kijken. Want dat was uitgesteld vanwege corona. Ja. Nou ja, ook vooral omdat de bouwlui ziek waren toch ook. Ja. Jessie is een slaapkamer. Daar zijn we zo goed als uit. Die hebben we dan nog niet besteld. Oh, ik heb er zo'n zin in. Ik heb er echt zoveel zin in. Ja, huh? Ik hoop ook gewoon echt dat het een nieuw begin gaat zijn. Ik hoop voor jou. Lang begin. Ik hoop voor jou. Ik wil gewoon nog steeds met jou trouwen. Ja, zo snel mogelijk. Ja, lief. Nee, maar niet als in nog steeds. Nou, gewoon nog steeds. Als in, we zijn al zo lang verloofd. Maar als we gaan trouwen, dan wil ik er wel een beetje weer als mezelf uitzien. Ja. Moet ik jou opnieuw vragen dan? Nou, een ringetje erbij mag altijd. Oh ja, snap ik. Gaan we nog naar New York in januari? Ik gok dat januari hem niet gaat worden. Maar dat is snel, hè? Ja, en, dus 1 februari dan. Okay. Maar als ik nog bestraald moet worden, hè? Ja, nee, dan. En het is 16 keer, dan is dat elke dag. Behalve in het weekend, want dan hebben de kankercellen ook vrij. Precies. Ja, alleen door de weeks. Nee, alleen door de weeks. In het weekend vieren we feest. Ja. Dus ja, dan zijn we ook al een maand verder. Ja, dat is waar. Als het goed is, zal over 2 dagen het Ouders van Nu blad uitkomen. Ja, zeker. Dat is waar, ja. Ik zit om te denken dat ik nog iets vergeet. Dat we nog hebben gekocht, maar... Nee, we wilden de tafel bestellen. We hebben de stoelen besteld. We wilden nog kijken naar een... De waterontharder. Oh ja, een waterontharder. Yes, die wilde ik zo graag. Nu hebben we een waterontharder bij mooi water. 100% kalkvrij. En dan hebben we dus ook iets van die zoutblokken. En ik weet nog niet helemaal precies hoe het werkt. Maar dan sluit ze dat aan op je waterleiding. En dan niet zo'n magneetdingetje, want dat werkt voor geen meter. Heb ik gehoord. Maar eentje die echt op je waterleiding zit. En dan heb je dus gewoon nul kalk in je leidingen. En dan, ja, dat scheelt gewoon onwijs veel schoonmaken en schoonmaakmiddelen. En ja, het proeft ook anders schijnbaar. Ik ben ook benieuwd. Dus wil jij ook een waterontharder, gebruik dan nu de kortingscode. Gewoon leuk om al dingetjes te kopen en zo. Ja. En je wilt gewoon heel snel. Ja, want wat ik ook nog wil is allemaal de elektriciteit, de gadgets, zeg maar. De camera's en de server en dit en dat. Jij zou nog naar de lampen gaan kijken. Lampen zoeken. Lampen, die ga ik nou opzoeken. Oké. Vond je dit een leuk vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Heb je nog wat tips voor mij bijvoorbeeld? Of wil je ervaring delen? Dan hoor ik dat ook heel graag. Mm-hmm. Dus zet ze in de comments. Ik wil jullie trouwens ook heel, heel erg bedanken voor alle reacties. Want het is zo overweldigend veel. Maar we lezen ze allemaal. We proberen in ieder geval iedereen een hartje te geven. Maar gezien de omstandigheden en hoeveel het er zijn, is het gewoon echt even niet te doen. Ja, we hebben het gezegd. We gaan het zo lang mogelijk blijven doen. En het voelt ook bijna als
dat we jullie teleurstellen als we het niet doen. Maar we zijn echt op het punt aangekomen dat het gewoon, ja, dat, niet te doen. Ik heb echt gewoon blaren aan de binnenkant van mijn pinken. Ja. Ja, zeker ook de omstandigheden nu. Omdat, ja, normaal doen we dat soms met z'n, ja, nou, vaak deed ik dan een reactie geven, maar ook met z'n tweeën. En nu gaat het ook niet. En jij moet heel het huishouden draaien nu. En de was en mij verzorgen. En ja, mijn moeder verzorgen. En Jessie verzorgen. Dus, nou, in ieder geval super, ontzettend bedankt. Ik weet dat we het heel erg waarderen. Ja. En dat we het echt zien. Dus dank daarvoor. En we zien weer heel graag jullie reactie. Tot de volgende keer. Doei. Ciao, 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 ciao.